Dit is het Huygensgebouw van de Universiteit Leiden. Een plek waar studenten en onderzoekers dagelijks in de wereld van de natuur en sterrenkunde duiken. Zwarte gaten, elektronen, relativiteit en de kwantummechanica, daar kijkt hier niemand van op. Maar ook die ideeën waren ooit nieuw, omstreden, revolutionair. 100 jaar geleden vond er hier ook zo'n revolutie plaats, met een bijzonder vijftal aan het stuur. En als je weet waar je moet kijken, zijn die vijf hier nog elke dag te vinden. Te beginnen met Hendrik Anton Lorentz, de oude en wijze leermeester van de vijf. Wiens Nobelprijswinnende onderzoek naar elektronen, hier vereeuwigd in het glas en lood, de studenten welkom heet. Of Paul Erevest, de bevlogen docent. Hij wist als geen ander wetenschappelijke discussies aan te zwengelen en zo de grootste denkers van zijn tijd bijeen te brengen. Op de muur van zijn logeerkamer zetten honderden collega's van over de hele wereld hun handtekening. Zoals de boezemvriend van Erevest, Albert Einstein, die wereldfaam behaalde met zijn relativiteitstheorie. Maar wist je dat deze theorie door Leidse onderzoekers voor het eerst werd opgepakt, bekritiseerd en aangescherpt? Door Willem de Sitter bijvoorbeeld, naar wie deze collegezaal vernoemd is. Hij was de eerste sterrenkundige die met een relativistische bril het heelal inkeek en zo Einstein op een fout betrapte. En laten we Arthur Eddington niet vergeten, de Britse sterrenkundige die geïnspireerd door de briefwisselingen met de Sitter naar een zonsverduistering keek en daarin het bewijs vond voor Einsteins wilde theorie. Samen vormen zij de Leidse Vijf. Op 26 september 1923, vandaag precies 100 jaar geleden, vastgelegd. Op deze foto. Ze stonden aan de grond van de nieuwste natuurkundige opvattingen over ruimte en tijd, het heelal als geheel en alle deeltjes erin. Maar wat verbond deze vijf topwetenschappers? En waarom was Leiden het decor voor hun ontdekkingen? In de podcast De Leidse Vijf duiken we in de levens van deze wetenschappers, hun vriendschappen en de ontdekkingen die ze samen deden. 6 weken lang, elke week een nieuwe aflevering, 1 voor 1, De Leidse Vijf.